Louis zamelt geld in voor het goede doel Kika, kinderen kankervrij. Zijn besluit kwam op een moeilijk moment in zijn leven. Vorige week dinsdag, toen kreeg ik de uitslag dus dat er eigenlijk niks meer aan te doen zou zijn. En toen kwam ik eigenlijk op het idee, god, ik wil nog iets doen voor een goed doel. En toen kwam ik op het idee dus om te voet naar de eind te gaan voor het Kika Kankerfonds. Er is niks meer aan te doen, want u heeft kanker. Ik heb kanker, dus we zijn de dikke darm begonnen met uitzuigen naar de lever, de maag en de longen. En op het moment is er eigenlijk niks meer aan te doen. Nee, helemaal niks. Het goede doel Kika was snel gekozen aangezien Louis tijdens zijn ziekenhuisbezoeken van dichtbij meemerkte wat kanker aanricht in het leven van kinderen. Dus ik heb best wel wat kinderen zien liggen in het ziekenhuis met kanker, met ook onder chemo en zo. En er is één brok ellende en zo. De kinderen zien enorm veel af en daar wou ik iets voor doen. Louis haalt zijn wandelschoenen uit de kast om zoveel mogelijk geld in te zamelen. We gaan naar Marsan-Famen. Dus dat ligt midden in Ardennen. Daar hebben een vriend van ons heeft er een chalet staan en daar mogen we naartoe. En gaat u die tocht alleen belopen of met anderen? Nou, in eerste instantie ga ik hem alleen lopen, maar bijvoorbeeld zijn er leden van wandelclubs of zo die eens een dag mee willen lopen of een paar dagen mee willen lopen, die zijn altijd van harte welkom. Maar ik heb ook begrepen dat u een bijzondere meeloper krijgt. Ja, wij hebben een Maltesertje en die gaat meelopen. De dokters geven Louis nog zo'n 6 maanden. Hij kan daarom niet te lang wachten met zijn tocht naar de Ardennen en vertrekt op 31 augustus. Hoe lang is de tocht naar de Ardennen? Die is ongeveer 218 kilometer. En we zullen daar ongeveer 10, 11, 12 dagen over doen. Elke dag ongeveer 20, 25 kilometer lopen. Vrouw en kinderen staan hem tijdens de voettocht bij. Louis hoopt dat zoveel mogelijk sponsoren ook een steentje bijdragen. Ik wil dus alle bedrijven, particulieren, alle instanties oproepen om zoveel mogelijk geld te storten op de rekening voor het Kika. Bij voorbaat wil ik u allemaal danken.